We gaan glutenvrije chocoladekoekjes maken. We gaan daarvoor eerst en vooral een weegschaal gebruiken. En we gaan amandelen, volledige amandelen, 190 gram zoet. Leg zoet toe. 10 seconden, snelheid 9. Lekker veel lawaai maken. Dan gaan we druivenpietolie toevoegen. Dertig gram. Tien seconden snelheid 9. Dan gaan we de bruine suiker toevoegen. Kinnekensuiker, zoals ze zeggen. Okay. 200 gram. Een volledig ei. Dan gaan we de natriumbicarbonaat. Je mag ook bakpoeder gebruiken. Dus nu gebruiken we een halve theelepel natriumbicarbonaat. Als je zegt, ik heb dat niet in huis, mag je ook bakpoeder. Maar bakpoeder kan zijn dat dat met gluten zijn. Dus daar moet je wel mee opletten. Ja? Dus als je echt glutenvrije koekjes wil, gaan we nu gebruik maken van natriumbicarbonaat. Zo. Natriumbicarbonaat heeft ook een klein beetje zuurte nodig om te activeren. Dus we gaan een klein beetje citroen er toevoegen. Zo. Heel klein beetje zoutvlokjes. Zo. Dat is ongeveer een halve theelepeltje in feite. Hebben we alles erin. Zo. 40 seconden, snelheid 4. Ja, geen chocoladekoekjes zonder chocolade uiteraard. Hè. Nu gaan we met de weegschaal. 90 gram van de chocolade. Tabletjes, galetjes bij doen. Heb je dat nu niet in huis, dan enkel gewone chocolade. Chocolade een klein beetje in blokjes. Kan ook eventueel. We gaan terug naar het beginscherm. We sluiten de mengbeker. En we gaan 4 seconden snelheid 4. Zo. Mijn mengsel is klaar. En we gaan nu met 2 eetlepels op een bakplaat met een bakpapiertje. De oven is voorverwarmd op 180 graden. Gaan we
kleine hoopjes maken. Zij smelten toch automatisch van het moment dat je ze in de oven zet. Zo, wij hebben dat verdeeld over twee plateautjes. Met twee lepels is het handig om hem van elkaar te doen. En we gaan het zo in de oven van 180 graden. Zo, de chocoladekoekjes zijn 12 à 15 minuten in de oven geweest. We hebben de plateau eruit gehaald en toch een 5 à 10 minuten gewoon laten afkoelen. En dan pas gaan we ze op een roostertje afhalen. Kijk, en dan krijg je dit resultaat. En kunnen we ze ook weer op een roostertje verder afkoelen. Zo, dat zijn mijn glutenvrije chocoladekoekjes.